Hey Dominique. Hey Stefan. Ik had eigenlijk wel zin om een nieuwe vlog op te nemen. Oh echt? Ik dacht dat je zin had in een banaan. Nou, die droge grappen van jou altijd. Ik heb gewoon zin om een nieuwe vlog op te nemen. Maar weet jij nog een leuke klant waar we langs kunnen? Misschien moeten we even de hulp van een collega inschakelen. Aan wie zit je te denken? Marcel? Ja, doen we. Hey Marcel. Hey Marcel. Hey. Wij zijn op zoek naar een leuke klant waar we een vlog kunnen opnemen. Weet jij nog iemand? Oh ja, ik weet wel iemand, ja. En wie is dat dan? Zeg ik niet. Rij maar even achter me aan. Hey Dominique. Hey Stefan. We zijn er. En we hadden afgesproken met Marcel. Ja. Maar heb jij Marcel gezien? Nee. Waar is hij? We gaan even kijken. Is dat Marcel? Ja, let's go. Marcel, wat doe jij nou? Ik ben aan het schommelen, dat zie je toch? Maar we zouden toch naar een klant gaan? Ja, maar daar zijn we ook. We zijn bij een klant. Maar wie is deze klant dan? Nou, we zijn bij basisschool De Vlasgaard. Een basisschool? Is een basisschool een klant van ons? Jazeker, maar dat kan misschien Darlien beter uitleggen. Nou, laten we naar binnen gaan. Oké. Hi Darlien. Jij bent docent van groep 7 en 8 op basisschool De Vlasgaard en maken gebruik van App for Kids. Hoe zijn jullie daarbij gekomen? Nou, Marcel, die werkzaam is bij Katmes, is ouder van een leerling bij ons in groep 8. En een collega van mij heeft hem benaderd voor ons talentuur. Nou Marcel, jij hebt bij basisschool De Vlasgaard App for Kids geïmplementeerd. Hoe verliep dat proces? Nou, eigenlijk heel makkelijk. Ik heb niet zo heel veel hoeven te doen. Ik ben begonnen de kinderen eigenlijk uit te gaan leggen van kijk eens naar wat vormen in de klas. En probeer daar de basisvormen in te herkennen. Zoals bijvoorbeeld een kubus, een bal, een piramide, een kegel. En op het moment dat je dat ziet, ja, dan kun je eigenlijk de kinderen heel makkelijk uitleggen hoe je een ontwerp kan maken. En wat vind jij van App for Kids? Nou, in het begin was het voor mij als leerkracht ook best een beetje zoeken hoe dat het precies werkt. Maar gelukkig had ik hulp van Marcel en na verloop van tijd kunnen de kinderen het heel goed zelf en kunnen ze het elkaar beter uitleggen dan dat ik dat aan kan. Wat vind jij de kracht van App for Kids? De grootste kracht van Apps for Kids vind ik eigenlijk toch wel dat het software is die in een browser draait. Zeker als je dat op scholen wil gaan toepassen. Je ziet heel veel scholen hebben tegenwoordig van die Chromebooks. Maar Chromebooks zijn niet computers met een hele sterke rekencapaciteit of een goede grafische processor. Maar dat is helemaal niet nodig bij Apps for Kids, want het draait in de cloud. Dus het enige wat je nodig hebt is een browser en daarmee kan je aan de slag. En omdat het in die browser draait, de kinderen die het leuk vinden, zoals je al eerder hoorde, die gaan er ook gewoon thuis mee aan de slag. En natuurlijk een grote kracht is, het is gratis voor scholen. En in welke groepen gaan ze dan met App for Kids aan de slag? Wij werken met App for Kids alleen in groep 7 en 8. En hoe reageren de kinderen er dan op? Ja, de kinderen zijn super enthousiast. Ja, uiteindelijk maken ze ervan wat ze kunnen. En we hebben al straaljagers voorbij zien komen, hele werelden. Er is een leerling zelfs, die heeft in het vorige project een hele dinosaurus gemaakt. Die is er ook thuis mee bezig gemaakt, nou, gegaan. Je wist echt niet wat je zag. Waarom al met 3D-ontwerpen beginnen op de basisschool? Wij merken dat ICT een beetje de toekomst heeft. En wij willen kinderen eigenlijk laten zien dat dat een optie is voor een beroep later. En zo kunnen zij dus ook al een keuze maken in naar welke middelbare school ze gaan. Daar kan dat al belangrijk in zijn. Of in welk profiel zij willen gaan kiezen. En of daar een interesse ligt. Of misschien zelfs een verborgen talent. Wat zijn jullie aan het maken? Ik ben een paddenstoel aan het maken. Een straaljager? Nou, niks. Wat ben jij aan het maken? Ook een straaljager. Hoe vind je het om met App for Kids te werken? Ja, ik vind het superleuk, maar soms weet ik niet wat ik moet maken, dus dat is wel jammer. En hoe kom je dan toch op een idee? Ja, dan helpt de juffrouw daar mij meestal mee. En hoe vind jij dat ik het doe? Ik vind dat jij het best goed doet. Nou, ze zijn best wel positief over mij. Wie kan er het beste met App for Kids werken? Marcel kan het denk ik wel het best, maar van de kinderen vind ik dat Julian het heel goed doet. En wat vind jij?
Siem dan. En waarom Siem? Omdat Siem ook mij koos als de beste. Nou, bedankt dat we langs mochten komen. Super tof om te zien hoe jullie F4Kids gebruiken. Nou, gezellig dat jullie langs zijn gekomen bij ons. Yes, nou, wij gaan er weer vandoor. Yes, nou. Marcel, wij gaan, hè? Ja, doei. Ik ga nog even door. Oké. Okay.